Goed, je hebt beslist om zonnepanelen te laten installeren. Maar nu rest er nog de vraag, welk type en welk vermogen? In principe zijn er twee soorten zonnepanelen. Je hebt enerzijds de blauwe polykristallijne panelen en anderzijds de zwarte, zoals deze, monokristallijne panelen. Het verschil zit hem in het feit dat monokristallijne panelen een hoger rendement hebben, maar vallen wel iets duurder uit. Dus deze zijn vooral een interessantere optie als je een kleiner dakoppervlak hebt. Je vraagt je waarschijnlijk ook af, hoeveel zonnepanelen dien ik nu eigenlijk te leggen? Wel, het antwoord is vrij simpel. Je moet er proberen voor zorgen dat je je volledige elektriciteitsverbruik kan dekken. Als je niet weet hoeveel je jaarlijks verbruikt, weet dan dat een gemiddeld gezin in Vlaanderen 3500 kWh elektriciteit op jaarbasis verbruikt. Daarvoor zou je een installatie nodig hebben van 4 kW piek. Dat komt overeen met ongeveer 16 panelen en een dakoppervlakte van iets meer dan 25 vierkante meter. Niet iedereen vindt de klassieke zonnepanelen even mooi. Daarom zijn installateurs begonnen met het aanbieden van zonnepanelen die rechtstreeks in je dakbedekking geïntegreerd zijn. Zo vallen ze iets minder op. En bovendien kan dit voordeliger zijn wanneer je bijvoorbeeld je dakpannen wil vervangen of wanneer je een nieuwbouw aan het zetten bent. Weet wel dat dit soort panelen net iets minder rendabel is dan de klassieke panelen. Weet je nu welke zonnepanelen je gaat plaatsen? Schrijf je dan zeker in op onze groepsaankoop zonnepanelen en verkrijg een interessanter installatieprijs en dus automatisch een hoger financieel rendement.